Ik bevind mij op de bouwlocatie waar het drama zich vanochtend afspeelde. Het speelt natuurlijk al jaren en in het verleden is er wel vaker iets misgegaan in de communicatie tussen de diverse bouwpartners. Wat hier vanochtend gebeurde is slechts een kwestie van tijd geweest. Naast mij staat de heer Doesburg, woordvoerder van de betrokken bouwpartij. Kunt u mij vertellen wat hier vanochtend is gebeurd? Om 8:30 was er een bouwvergadering gepland met alle betrokkenen. De architect, de aannemers, de constructeurs, de installateurs enzovoort enzovoort. De architect was wat aan de late kant en dat was de eerste irritatie. Toen bleek nog dat niet iedereen zijn e-mail had gelezen, zelfs niet had ontvangen. En dan bleek een kopie bouwtekeningen in gebruik te zijn. En toen knapte er iets bij meneer en de rest, dat is geschiedenis. Had dit voorkomen kunnen worden? Er is toch eerder aangekaart dat misverstanden via een betere communicatie en een online werkplatform tot efficiëntie en resultaatgerichtheid kunnen leiden. Dat kun je wel zeggen, maar met de diversiteit van de bouwpartijen en informatiestromen kan er wel eens iets misgaan in onze branche. We hebben de intentie om de communicatieproblematiek aan te pakken en te koppelen aan een digitaal platform. Om onduidelijke reden is dat nog steeds niet gebeurd. Was dat wel gebeurd, dan was deze dag heel anders verlopen. Aan mijn andere kant staat Rob Roef, deskundige van het online communicatie- en werkplatform Bouwbase. Moment, ik hoor vanuit de studio dat iemand met zijn telefoon opnames heeft gemaakt. We gaan even kijken naar dit schokkende ooggetuigenverslag. Wat organisatie? Heb ik jullie niet vaker gevraagd om uw werk te doen? Ik heb hier helemaal geen zin in. Wat doe jij hier? Flikker op, man. Ik kan u vertellen dat de filmer met de schrik is vrijgekomen en hij het inmiddels in het lokale café goed maakt. Wat vindt u van deze beelden? Nou, ik ben erg geschrokken toen ik het zag. En had het anders gekund? Ja, ik denk van wel. Nou, wat je hier ziet is het topje van de ijsberg, hoor. Hoe bedoelt u dat? Nou, wij doen al jarenlang onderzoek in de bouw met een aantal in de bouw werkzame partijen. En helaas komen we dit soort zaken vaker tegen. Dan komen we alleen niet altijd in het nieuws. Maar wij hebben een platform ontwikkeld als Bouwbase waarbij je via internet informatie voor alle bouwpartners beschikbaar maakt. Dan werk je altijd met de laatste tekeningen, bestekken, calculaties. Iedereen die internet heeft kan het erop zetten. En als je internet hebt kan je het er ook weer afhalen. Het is een hele makkelijke manier, het is heel laagdrempelig. Iedereen kan er eigenlijk mee werken, zelfs in de bouwketen. En ik denk dat wanneer je daarmee werkt, de bouw is natuurlijk complex genoeg, maar toch de communicatie rondom de bouw heel erg kan verbeteren. De feiten liggen er niet om en de oplossingen liggen binnen handbereik. Nederland is digitaal, nu de bouwwereld nog. Het mag duidelijk zijn dat alle losse eilanden aan elkaar geknoopt moeten worden. En hopelijk leren de bouworganisaties van deze zwarte dag in de bouw. Communicatie in goede banen, zowel on- als offline, is een noodzaak voor effectiviteit. Dit was Monique van Bokkum, terug naar de studio.